Hoe kan een emoticon ons helpen afvallen? Dit is de Universiteit van Nederland. We beginnen met een bericht van Jan voor jullie. Goed luisteren wat hij zegt. Het is voor jullie. Hallo allemaal, ik ben Jan. Ik heb een opdracht voor iedereen. Ik wil dat je even nadenkt over je gezondheid. Hoe gezond voel je je? Zit je altijd vol energie of ben je af en toe best wel moe? Of heb je moeite met naar bed gaan? Vraag je je af waarom je nog zo lang voor de tv hebt gezeten? Of passen je kleren niet meer zo goed? Ik geef je een paar tellen om hierover na te denken. Denk er dus. Oké, stel je voor. Je wordt wakker. Het is je geluksdag. Je gezondheid is ineens perfect. Wat zou er dan aan je gezondheid veranderd zijn? Heb je een betere conditie? Kan je beter slapen? Of voel je je fijner in het lichaam? Of heb je minder hoofdpijn? Of is er iets anders aan de hand? Denk daar ook maar een paar tellen over na. Oké, steek nu je rechterhand op als er op deze geluksdag iets aan je gezondheid is veranderd. En als er helemaal niks is veranderd, steek dan je linkerhand op. Dus nu, handen omhoog. Rechts voor iets veranderd en links voor niks veranderd. En als je het helemaal niet begrijpt, steek dan maar twee handen in de lucht. Oké, handen in de lucht. Oké. Ik wil je even wat vragen. Jij had je hand in de lucht, ja? Zet even de microfoon. Waarom had jij je hand in de lucht? Omdat ik graag wat meer conditie zou willen hebben. Oké, dankjewel. Graag een goede conditie willen hebben. Ja. Ja? Je had ook je hand omhoog? Yes. En waarom had jij je hand in de lucht? Ik zou wel wat meer energie willen hebben. Meer energie. Dankjewel. Ik zag dat heel veel mensen hun hand in de lucht hadden. Het is allemaal nep, hè? Het is gewoon een poppetje. En jullie hebben allemaal netjes geluisterd naar een poppetje. Het is niet een echt persoon. Ik geloof dat toch niemand hier denkt dat dat nou een echt meneer was. En jullie hebben allemaal na zitten denken. Handjes in de lucht gedaan. Terwijl het een fictief karakter is. Nou, dat is eigenlijk heel interessant, vind ik. Interessant dat mensen eigenlijk reageren op een virtueel karakter alsof het een echt persoon is. En elke keer als ik deze test doe met mensen, moet ik elke keer toch weer een beetje lachen. Ofthans, vreemd vind ik dat het zoiets gebeurt. Nou, er is een onderzoek ook gedaan in Amerika, Stanford. Nies en Revent, die hebben gekeken hoe dat nou zit. Waarom mensen nou zo reageren. Maar hebben ze gekeken eigenlijk naar de klassieke fenomenen wat er bij mensen gebeurt. Als je twee mensen bij elkaar hebt, wat voor fenomenen gebeurt dat? En wat hebben ze daarna gedaan? Hebben ze eigenlijk één persoon, die persoon weggehaald en vervangen door een computer. En hebben ze gekeken of we nou hetzelfde reactie kregen. Even een voorbeeldje geven om nou duidelijker te maken. Beleefdheidsvorm. Mensen bij een beleefdheid hebben een bepaalde reactie. Dus als ik jou bijvoorbeeld vraag, wat vind je van mijn schoenen? Dan kijk je naar mijn schoenen en ik denk dat je me hopelijk zegt, nou, die ziet er toch wel mooi uit, meneer Brinkman. Mooi. Stel dat jij nou aan hem vraagt, wat vind je nou van die schoenen van Brinkman? Dan zeg je, eigenlijk een beetje stomblauw. Mensen zijn beleefd als iemand iets vraagt direct over zichzelf. Mensen zijn veel kritischer als jij namens mij of zoiets zou vragen. Nou, dat hadden zij ook gebestudeerd. Wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden mensen uitgenodigd om op een computer een taakje uit te voeren. Het was een leertaak, druk op de computer bezig, proefpersonen. En daarna zei de computer van, nou, dat heb je heel goed gedaan, heel mooi. En nou moesten ze een vragenlijstje invullen over hoe goed ze die computer vonden, eigenlijk die applicatie. Maar nou, wat deden deze twee onderzoekers? Die hadden groepen in twee gedeeld. Eén groep mensen die moest die vragenlijst op dezelfde computer invullen. De anderen moesten het doen op een andere computer. Dus je hebt hier gewerkt met deze computer. En nou moet je op een andere computer een vragenlijstje invullen hoe goed die computer is. En nou komt het meest interessante resultaat. Die mensen die dus het antwoord gaven op deze computer, die waren veel positiever over die computer dan op deze computer. Stofverband. Je ziet dus die reactie, die beleefdheidsvorm, die kwam eigenlijk terug. Nou, deze onderzoekers, die gaven dan als antwoord, hè, hoe komt dat nou dat mensen eigenlijk steeds zo'nzelfde patroon geven wat ze normaal zouden doen als ze met een andere persoon zouden praten of omgaan, en eens met een computer. Nou, hun antwoord hierop was eigenlijk, we weten niet beter.
eeuwen en eeuwen hebben sociale interactie gehad met mensen. En ineens komt er een sociale interactie met een computer. En van nature reageren we alsof het een mens is. Dus diezelfde reacties. Nou, dat kan je dus mooi gebruiken als je bijvoorbeeld een gezondheidscoach zou willen maken. Een virtuele coach. Nou, een onderzoek wat we in Delft hebben gedaan, ook met TNO, is naar een website gekeken. En op zo'n website, dieet.inzicht, waar mensen bij kunnen houden als ze willen afvallen of willen sporten wat gezonder. En daar kunnen ze dat bijhouden op een dagboekje, zelf doelen stellen. En wat heet deze onderzoeker nou? Die ging er iets meer bij doen. Die ging er een klein poppetje bij zetten, virtueel karaktertje. En die zei dingen. Bijvoorbeeld als je je dagboek ingevuld had en je had het niet gehaald, dan zei hij iets sympathieks, een paar woorden. Van, ah, je hebt het vandaag niet gehaald, maar goed dat hij geprobeerd heeft. Er zal wel een reden zijn geweest dat er iets belangrijks had dat hij het niet gehaald heeft. Dat kan gebeuren. Dus sympathie. Empathie, zullen we maar zeggen, laat hij zien. Of hij kon bijvoorbeeld zeggen, je hebt het wel gehaald. Ja, goed zo, mooi gedaan, volhouden. Of, stel voor dat je het niet gehaald had, probeer die beetje jouw vertrouwen te bouwen. Zeg, ja, het is moeilijk, je gaat meestal niet in één keer je doel halen, maar je hebt een mooi stapje gezet, volhouden, doorgaan. En ook zetten ze op die website kleine animatietjes, en die kan je hier achter me zien, van een iCat. En die kan wat emoties, kon die laten zien. Ik heb hem nu heel groot gemaakt, maar het echt waren hele kleine poppetjes op die website. Je kon een beetje glimlachen als je het doel behaald had bijvoorbeeld, of wat sip kijken als je het niet gehaald had. Dan wilde deze onderzoeker zien wat voor effect dat nou had. Dus hij sloeg toe op het mooiste moment. En wanneer is het mooiste moment? Net na kerst natuurlijk. Iedereen, goede voornemens, uitgenodigd. Wil je komen meedoen met ons onderzoek en bijvoorbeeld gaan afvallen of meer gaan sporten? Nou, 118 mensen ingeschreven gingen deelnemen. Hij stitste ze op in 2 groepen. De ene kreeg gewoon de oude website en de andere met die kleine virtuele avatar, dat kleine poppetje erbij. En een maand gingen ze aan de slag. En daarna ging hij kijken wat de resultaten waren. Nou wordt het interessant. Het verschil tussen die 2 groepen. Nou, die groep die dus dat kleine avatartje had, die was veel vaker bezig geweest netjes een dagboek in te vullen. Had ook vaker hun doelen bereikt. En waren ook veel gemotiveerd om zelfs door te gaan. Maar wat ik het meest interessant vond, is hun body mass index was naar beneden gegaan. 0,5. Nou, denk ik, moet jullie ook, wat is dat nou precies? Dus ik heb wat zitten rekenen met een gemiddelde lengte van iemand in Nederland. En als je dat meeneemt en dat getal pakt, hè, dus dat verschil tussen een halve body mass index, wat het nou eigenlijk in kilogrammen? Nou, dat heb ik hieronder mooi gedaan. En ik dacht, voor de verandering probeer ik 1,5 kilo uit te beelden in frituurvet. En nou moet je eens denken wat ik nou zeg. Gemiddeld genomen, 1,5 kilo gingen er meer af. 1,5 kilo door een klein poppetje op een website te zetten en die af en toe zei van, oh wat goed, of misschien een beetje door blijven gaan. Dat heeft zo'n impact blijkbaar, dat je fysiek een resultaat krijgt, dat zo'n stuk van je lichaam. Nou, dat vind ik toch heel erg interessant. Dat je gewoon in een virtuele wereld impact kan hebben op de reële wereld. Want dit gaat eraf gemiddeld. Nou, wil ik een ander stuk voorbeeld nemen van zo'n virtuele coach, maar dan een andere context in een ziekenhuis. Dit onderzoek is in Boston gedaan. Daar zijn ze gaan kijken, waar kan je nou zo'n karakter ook voor gebruiken? Een zuster. Zusters hebben bijvoorbeeld als taak als iemand uit het ziekenhuis gaat, dat noemen ze de ontslagprocedure, om mensen uit te leggen van, nou, als je thuis komt, moet u deze medicijnen innemen. En als er iets misgaat, kunt u dit nummer bellen. En wat heeft deze onderzoekers hebben ze gedaan? Hebben ze eigenlijk een computer naast hun bed gezet en er kwam een virtueel karakter en die ging met je praten. Die ging dus mee uitleggen hoe dat dan werkt. En het karakter die had ook een beetje humor erin, om toch wat plotjes te maken en dat mensen dus wat open gingen, maar ook empathie. Nou, ik laat nu een stukje zien hoe nou zo'n interactie verloopt. Dus mensen drukken op knoppen en die computer praat terug. Er zit Engels, maar het is ondertiteld en het is even een lang stukje. Maar dan hebben jullie een beetje een indruk. En ik moet één ding even uitleggen. Red Sox, dat is de Amerikaanse in Boston, is het honkbalteam. Moet je even weten. Oké. Okay. So, are you a Red Sox fan? That is awesome.
I would really like to see a game someday, but they don't allow computers at Fenway Park. Anyway. So, how are you doing today? That is too bad. Tell me more about how you are feeling. Nou, die onderzoekers hebben dit dus ook echt uitgeprobeerd. Ze hebben dus bij meer dan 300 patiënten apparaat naast hun bed gezet. Hebben dus die ontslagprocedure op die manier gedaan. En achteraf vroegen ze aan die mensen, wat vind je ervan? Had je nou liever een echte zuster gehad of zo'n virtuele zuster? Nou, interessant wat de resultaten waren. Zo'n 25% die zei, geef mij maar een echte zuster. Dan had je ongeveer zo'n 40% die zei, maakt me eigenlijk niet uit, zo'n virtuele of een echte zuster. En een andere groepje, nog zo'n 35, die zei, geef mij nou eigenlijk maar die virtuele zuster. Even terugdenken als je nou eens even die getallen kijkt. Dus 75% die vond het eigenlijk niet erg, zomaar zeggen, om een virtuele zuster te krijgen. En nou waren die onderzoekers natuurlijk geïnteresseerd. Waarom? Waarom wil je nou een virtuele dokter? En nou moet je even nadenken wat er gebeurt in zo'n ziekenhuis. Hartstikke druk, allemaal snel en haastig, en dat weten patiënten ook wel. En als er zo'n zuster aan je bed komt, dan wil je natuurlijk ook niet te moeilijk maken. En dan zeg je graag ja, ja. En wat zeiden die mensen nou? Met zo'n virtuele zuster kon ik gewoon door blijven vragen. En die bleef toch uitleggen. Die nam geen aannames dat u het zelf begreep of niet. Die nam gewoon alle tijd. En dat vonden die mensen gewoon prettig. Dat zo'n zuster gewoon alle tijd. Dus daarom gaven mensen dus de voorkeur aan zo'n virtuele dokter. En dit brengt ons bij een interessante vraag. Is van, hoe moet zo'n karakter er nou eigenlijk uitzien? Nou, in een onderzoek in Europa hebben ze gekeken naar zo'n virtueel karakter voor mensen met een depressie. Je kunt naar zo'n website gaan en dan krijgen ze ook een virtuele coach. En dat vertelde de onderzoeker interessant tijdens zo'n congres, dat ze uitgezocht hebben hoe het eruit moest zien. De designers waren eerst bezig geweest en ze omschreef het heel mooi. Ze hadden een mooie rondborstige dame gemaakt. We moeten het allemaal mannen waren, die ontwerpers. Maar ja, zij dachten, dat willen we toch echt niet. Dus ze zijn toen naar de patiënten gegaan en hebben ze gevraagd, van wat voor karakter wil je nou hebben? Wil je zo'n mooie, strakke dame? Nou, dat blijkt helemaal niet. Die wilden dat helemaal niet. De patiënten wilden gewoon iemand hebben die ze konden vertrouwen en er echt uitzag als iemand waar je echt rustig mee kon praten. Hier kan je het even zien. Maar ze gingen ook vragen aan de artsen. Wat voor karakter wil je nou hebben? En die artsen zeiden, we willen iemand hebben die eigenlijk deel kan zijn van ons team. Zoals wij er een beetje uitzien. Nou, zelf hebben we ook onderzoek gedaan. Dat hebben we met Leiden doen we dat samen, in TNO, naar mensen met niertransplantatie. Thuis moeten ze zelf bijhouden hoe het gaat met hun bloed, want dan kan je zien of er misschien een afstoting is. En ook dat systeem kan een virtuele coach zou je kunnen krijgen. En hebben we gevraagd van mensen, hoe moet die er nou uitzien aan die patiënten? Nou, hier kan je even kijken, we hebben 3 personen hadden, wat al meerdere, maar ze hebben informeel gekleed, formeel of een doktersjas. En weet je wat de mensen wilden? Nou? Oeh, ik hoorde het hier. De doktersjas. Dus de rol wilden mensen eigenlijk bekrachten zien. Van ik wil een dokter, dus een doktersjas. Terwijl we allemaal weten dat het niet een echte dokter is. Het is gewoon weer een virtueel persoon. Nou, wat ik ook wil laten zien is het laatste. Wat kan je nou doen met deze dingen? Met die technologie kan je ook mensen dingen meten van zichzelf. Sensors kan je gebruiken. Ha, ik heb hem hier. We hebben zo'n band om. Onder hun kleren. En dat wordt dan opgenomen. Nou, wat ik nou gedaan heb. Ik heb ook mijn hartslag opgemeten. Tijdens een oefening van dit college. En dat signaal heb ik nu in de virtuele coach gedouwd. En die gaat me nu advies geven. Hoe goed ik nou eigenlijk dit college heb gedaan. Die gaat me hopelijk iets zeggen. Gaan we even naar kijken. Hier gaat ik een trend. Ten eerste. Je angstniveau, de combinatie van je angstscore en hartslag, begon relatief hoog en nam gedurende de oefening af. Deze oefening laat mooi zien dat na een tijd de angst vanzelf afneemt. Precies wat we met deze oefening willen bereiken. Erg goed, heel mooi resultaat. Nou, is toch mooi zo'n pluim te krijgen? Maar dat is het mooie, hè? Dus live krijgt iemand een interpretatie van de situatie die heeft ervaren in de virtual reality. Ik denk, als wij hierover 15 jaar terugkomen, de reunie hebben van de Universiteit van Nederland, praten we nog eens, hoe gaat het toen? Hè? En dan denk ik dat veel van jullie
een virtuele coach hebben gehad. En waarom denk ik dat nou? Er zijn twee belangrijke dingen die veranderen in Nederland. Je ziet dat er vergrijzing komt, dus je ziet een grotere zorgvraag komen. Maar je ziet ook dat het aantal chronische ziektes toeneemt. Die arme artsen en die zusters, hoop ik dan, een beroep kunnen doen op deze virtuele karakters die hun kunnen helpen. Daarnaast, denk ik, wat deze karakters zeker kunnen doen, is helpen bij ons dingen die we eigenlijk wel weten dat die slecht voor ons zijn. We weten dat roken niet goed voor je is. Je weet dat sporten goed voor je is. Te veel zout eten. We weten het allemaal, maar toch doen we het niet. En zo'n coach zou je kunnen helpen stimuleren om toch je gedrag te veranderen. En ik denk daarom dat deze coaches eigenlijk straks een mooie plek kunnen hebben in Nederland, in de maatschappij. Bedankt voor jullie aandacht.